We gaan het hebben over posttraumatische transformatie. Posttraumatische transformatie, wat is dat eigenlijk? Posttraumatisch stresssyndroom is natuurlijk een begrip wat iedereen wel kent. En dat betekent dat je na een traumatische ervaring daar nog lange tijd last van blijft hebben. Ik ga daar niet heel diep op in, want er zijn een aantal kenmerken waardoor je PTSS zou kunnen oplopen. Maar wat we eigenlijk wel weten, en misschien ken je dat ook wel in je omgeving, is dat op het moment als je iets meemaakt wat een heftige ervaring is voor jezelf, dan kan het zijn dat je... Ik ga nu even iemand even uitzetten. Dan kan het zijn dat je eigenlijk doordat je door die ervaring heen gaat, een gevoel krijgt dat je daar sterker en beter uit gaat komen. Nou, wat in de loop der jaren dat ik heel lang mensen begeleid heb, heel vaak heb meegemaakt, is mensen die een burn-out hebben gehad, dat ze uiteindelijk als ze er doorheen zijn, zeggen van ja, die burn-out heeft me ontzettend veel gebracht en ik ben er veel beter uitgekomen. Wat ook kan en wat vaak gebeurt, is dat mensen die bijvoorbeeld een heftige ervaring hebben gehad. Je hebt bijvoorbeeld een auto-ongeluk meegemaakt. Je hebt de dood in de ogen gekeken. En opeens is daar een moment waarop je denkt, verhip, ik moet het allemaal anders gaan doen. En ik moet ervoor zorgen dat ik mijn leven anders ga inrichten. Ik heb het zelf ook meegemaakt in mijn leven. Dat was heel lang geleden zo'n moment. Ik was toen nog maar 21. En ik zat eigenlijk midden in een soort van burn-out. Ik was behoorlijk overspannen. Ik weet niet of dat echt een burn-out, het hele begrip burn-out bestond toen nog niet. Maar op dat moment dat ik daar middenin zat, toen kreeg ik het bericht dat mijn oudste zus was overleden. En ik weet dat moment nog zo goed dat een van haar beste vriendinnen mij dat kwam vertellen. En op dat moment dat ik dat hoorde, het was een soort van bom die insloeg. Maar tegelijkertijd kwam er onmiddellijk een heel krachtig besef in mezelf. Dat ik dacht, ja, maar ik wil leven. Ik wil leven, ik wil doorgaan. En vanaf dat moment was ik mijn hele overspannenheid. Alles viel eigenlijk in het niet daarbij. Het viel gewoon van me af. En ik kreeg een enorme levensenergie daardoor. Nou, dat gegeven is eigenlijk dat een traumatische ervaring jou de mogelijkheid geeft om te groeien. En als je kijkt naar de situatie waar we nu in zitten, de coronacrisis, dan kun je er niet onderuit dat deze situatie ons allemaal raakt. We zitten allemaal in deze situatie. En ik merkte afgelopen week dat er een heleboel dingen aan het veranderen zijn. Er beginnen dingen door te dringen tot mensen. We beginnen te zien dat we eigenlijk heel goed zonder al dat vervoer kunnen. En dat ons leven gewoon doorgaat zonder dat we van hot naar her reizen in een auto, in een trein, in een vliegtuig. We beginnen ook te zien dat we een aantal dingen misschien heel anders moeten gaan inrichten. Daar waar het gaat over onze voedselvoorziening. Gaan we beseffen dat we dat misschien op een hele andere manier moeten gaan inrichten. Ook omdat het misschien van de zotte is om voedsel van A naar B te gaan vervoeren. We gaan ook zien dat er misschien een hele andere verdeling moet komen als het gaat over onze financiën en over geld. Omdat ja, er nu een enorme scheiding is, merk ik, tussen mensen die geld hebben en dat gaat allemaal door en die misschien keihard moeten werken. En dat een hele grote groep mensen is die van het een op het andere moment helemaal niets meer hebben door deze situatie. En dat doet mensen heel erg nadenken over hoe zit die verdeling nu eigenlijk in elkaar. En het mooie wat ik merk is dat er meer en meer mensen zijn die zich gaan uitspreken over hoe zij denken dat het anders kan. Gisteravond, weet niet of jullie het hebben gezien, maar ik zag op tv een prachtige reportage van een modeontwerper. Hij heet Ronald van den Kemp. Hij heeft een waanzinnige presentatie gegeven in Hotel L'Europe in Amsterdam. Met al zijn
modellen. Het hele modellenwereld en de mode ligt ook allemaal op zijn gat. En hij is iemand die een enorme voorstander is om ook deze wereld anders te gaan inrichten. Om ervoor te zorgen dat we ons bewust gaan worden van wat doen we eigenlijk met mode, met kleding. Hij roept al jaren dat we daarin meer moeten gaan verduurzamen. En dat is natuurlijk prachtig om te beseffen dat het onzinnig is om zoveel kleding te hebben en dat al die kleding maar weggegooid wordt. We hebben niet zoveel kleding nodig. Ik heb de afgelopen 2-3 maanden, ik koop al nooit veel kleding, maar ik heb echt heel weinig kleding, geen kleding gekocht de afgelopen 8 weken. Dus er verandert al een heleboel. Wat ook duidelijk moet veranderen is hoe we met dieren omgaan. De verbinding tussen mens en dier, die balans is ook helemaal weg op de aarde. En al deze veranderingen, die zullen een proces gaan zijn. En dat zal niet van het een op het andere moment gaan. En wat ook eigenlijk heel erg duidelijk wordt op dit moment, is dat we zien dat de dingen die we echt nodig hebben. Wat hebben we nou echt nodig? Nou, dat is gezond voedsel. Maar al die dingen die we eigenlijk heel laag waardeerden, jarenlang. Zoals het onderwijs waarop gekort werd, de zorg waarop gekort werd, en de boeren, wat allemaal moeilijk was en hoe ze dat allemaal moesten organiseren. Je ziet nu dat als het erop aankomt, is onderwijs ontzettend belangrijk, is de zorg ontzettend belangrijk. En nog een ander ding wat mij zeer aan het hart gaat, wat ook heel erg belangrijk is, en dat is de cultuur. Want ik weet niet hoe het voor jullie is, maar in dit soort momenten is het zo belangrijk dat je naar mooie muziek kan luisteren. Dat je eigenlijk in die transformatie gaat van wat het theater is. Ik heb jarenlang in het theater gestaan en ik weet wat het met mensen kan doen om te transformeren. Als je iets ziet wat je naar een niveau brengt in jezelf, waar je verbeelding en je gevoel en je emoties worden aangeraakt. En juist die sector wordt nu ongelooflijk hard getroffen. Terwijl dat een hele belangrijke sector is voor ons. Dus er gaat heel veel veranderen de komende tijd. En ik weet zeker dat wat er ook gebeurt, na deze crisis zal de wereld niet meer hetzelfde zijn. Want er is zoveel in beweging, er is zoveel aan de hand. We kunnen echt niet van deze situatie terug naar waar we waren. En dat gaat ook niet gebeuren. We gaan niet terug naar waar we waren. Dat is onmogelijk. Maar in hoeverre we wel of niet teruggaan naar hoe het was, is ook heel erg afhankelijk van wie wij zijn, wie jij bent, wie wij met elkaar zijn, en wat jij doet met jouw leven en wat ik doe met mijn leven. Als dit voorbij is en ik ga gewoon weer terug naar wat ik deed, en voor mij gaat het dan vooral over, ondanks dat ik me heel goed kan ontspannen, ondanks dat ik supergoed ben in vakantietjes nemen en leuke dingen doen, ik werk hard. En dat is wat deze crisis mij heeft gebracht. Dat ik zo met mezelf geconfronteerd word over het feit dat ik, als ik iets doe, dat ik gewoon hard werk. En dat is eigenlijk helemaal niet goed voor mij. Dus wat ik wil zeggen en waar ik jullie toe wil uitnodigen vandaag, is om te kijken, wat leert deze crisis jou? Op welke manier wil jij transformeren? Wat wil je achter je laten? En waar wil je naartoe groeien? En toen ik hierover aan het nadenken was vanmiddag, toen dacht ik, het is eigenlijk de metafoor van de vlinder. He? Dus waar zat je in vast? Voordat deze crisis begon, wat benauwde je, wat beknelde je, waar kon je niet uit weg? En waar zou je naartoe willen groeien? Welke vlinder wil je worden? Wat is voor jou wat zo mooi is, wat jou zo'n goed gevoel zou kunnen geven? En wat zou je vast willen houden daarin? Dus dat is hetgeen waartoe ik jullie wil uitnodigen vandaag. En om daarmee te starten is er nog een klein dingetje wat ik duidelijk wil maken. Wat ik eigenlijk altijd aan mensen uitleg die ook de opleiding bij mij volgen. En dat is het hele besef en principe van tijd. Als we met EFT werken, dan zijn er natuurlijk altijd heel veel dingen
waarvan je zegt van nou, daar wil ik van af. Daar heb ik last van in het hier en nu. Maar dat is vroeger gebeurd. In het verleden zijn er dingen gebeurd en daar heb ik nog steeds last van. Oh, wat fijn, we kunnen het oplossen met EFT. En dan hoop ik dat ik daar in de toekomst geen last meer van heb. Nou is dat hele idee van dat verleden en die toekomst is een soort mentaal framework wat we hebben ontwikkeld. Want het verleden en de toekomst bestaan eigenlijk helemaal niet. Dat betekent dat alles wat we ervaren, dat ervaren we niet in het verleden, dat ervaren we nu. Op elk moment als ik jou vraag om naar iets terug te gaan wat je hebt meegemaakt, dan ben je niet in dat verleden. Want daar kun je echt helemaal niet zijn. Je kan alleen maar in het nu zijn. Alleen, je maakt een beeld of een plaatje van hoe dat was. En dan voel je daar nu weer van alles bij. Op dezelfde manier kunnen we naar de toekomst gaan. Dus je kan je van alles voorstellen over je toekomst. Maar je bent niet in die toekomst, want je bent alleen maar nu. Je kan nergens anders zijn dan in het nu. Dus deze situatie met de coronacrisis waar we in zitten, doet me ook zo beseffen dat we zo enorm worden uitgenodigd om in het hier en nu te zijn. Dus als er niks anders is als het hier en nu, dan heeft het ook geen zin om te denken, nou, straks ga ik wel veranderen. Straks ga ik het allemaal wel anders doen als dit voorbij is. Als dit voorbij is, ga ik het heel anders doen. Zo werkt het niet. Het werkt alleen maar als je beseft, ik moet nu iets veranderen, zodat ik het straks ook anders kan doen. Dus elke keer als ik jullie vraag om EFT te gaan doen, dan betekent het dat we alleen maar bezig zijn met het hier en nu. Want het zijn al die beelden en al die ideeën en al die gedachten die je nu met je meedraagt. En dat is wat je eigenlijk keer op keer meer en meer mag loslaten. Al die dingen die jou eigenlijk niet meer dienen. Nou, ik denk dat het tijd wordt om een oefening te gaan doen. En daarvoor ga ik jullie allemaal vragen om je ogen even dicht te doen. En als je je ogen dicht doet, even te voelen dat je voeten stevig op de grond staan. Voel de verbinding met de grond onder je voeten. En haal een keer diep adem. Adem in. En adem uit. En kijk of je gewoon even je bewust kan worden van het feit dat je op een stoel zit. In dit moment. En je volgt gewoon het webinar. Je hoort mijn stem. En verder hoef je even nergens mee bezig te houden, behalve met deze oefening die we nu gaan doen. En dit is het moment waar je bent. Dit is waar je nu bent. Dit is hoe jouw lichaam nu voelt. Dit is het hier en nu moment. Dus ik ga je vragen om vanuit het hier en nu in gedachten eens terug te gaan naar wat je deed, hoe jouw leven eruit zag voordat die crisis begon. Voordat we in de intelligentie-lockdown zaten. Voordat dat allemaal aanwezig was. We een zogenaamde normale leven hadden. Wat deed je toen? Hoe zag het leven er voor jou uit? Want er zijn dingen veranderd. En als je daarnaar kijkt, naar hoe je toen was en wat je deed, kijk eens of er één specifiek ding is wat naar boven komt, wat onprettig voelde voor jou en wat je eigenlijk graag zou willen loslaten. En dat kan iets zijn wat je deed. Het kan iets zijn met je werk of met je gezin of met de mensen om je heen. Eén ding, als je er nu op terugkijkt waarvan je denkt, dat zou ik eigenlijk willen loslaten. En als je dat ene ding te pakken hebt, kijk dan eens hoeveel
onrust dat ding jou veroorzaakte, als je daar nu op intuned? Hoeveel onrust gaf jou dat? Door het leven op die manier te doen. En je deed dat gewoon. En ook al had je er toen last van, blijkbaar was je er niet bewust van of wist je niet hoe je dat moest loslaten. En kijk eens hoe intens dat is. Hoeveel last, hoeveel onrust geeft het jou? Nou, dan mag je een cijfer aan geven als je dat lukt. Op de schaal van 0 tot 10. En 0 betekent, nou, ik voel daar niet veel bij, maar 10 is erger, kan niet. Dus het zal ergens tussen de 1 en de 9 à 10 zitten. Oké. Goed, dan mogen jullie mij volgen. En je ogen weer open doen. En voor degene die EFT goed kennen, mag je het ook lekker met je ogen dicht doen. En we beginnen te kloppen op de zijkant van je hand. Ook al zie ik dit ding van mij, zie ik wat ik deed voordat de crisis begon. En ik zou dat eigenlijk willen loslaten. Dus ik sta ervoor open om mezelf te waarderen en nieuwe wegen te ontdekken. En ook al deed ik dit op deze manier, voordat de crisis begon, ik sta ervoor open om het los te laten en nieuwe wegen te ontdekken. En ook al voel ik al deze onrust in mezelf, als ik denk aan hoe ik dit deed voor de crisis, ik sta ervoor open om het los te laten en om nieuwe wegen te mogen ontdekken. Oké, dat was 3 keer de opstartzin. Dan mag je kloppen boven op je hoofd. Al die onrust die ik voel in mijn lichaam. Dan bij het begin van je wenkbrauw. Ik deed het gewoon op die manier. De zijkant van je oog. Al die onrust die ik voel in mijn lichaam. Onder je oog. Misschien was ik er niet eens bewust van. Onder je neus. Maar ik merk dat het me onrust geeft. Op je kin. En ik zou dat graag willen loslaten. Bij je sleutelbeen. Ik deed het gewoon altijd op deze manier. Onder je arm. Ik dacht dat het zou worden. Bij je duim. Ik voel al die onrust. Wijsvinger. Als ik denk aan hoe ik dit deed. Je middelvinger. En misschien was ik me er niet bewust van. Ringvinger. Ik wist gewoon niet hoe ik het los moest laten. Bij je pink. Maar nu zie ik dat het mij niet langer dient. De zijkant van je hand. En sta ik ervoor open om het los te laten. Oké, prima. Nou, dit is, noemen we 1 rondje kloppen. We hebben 1 ronde geklopt. En ik wil je vragen om nog even je ogen dicht te gaan doen en te kijken hoe dit nu voor jou voelt.
Het doel is niet om dit helemaal in één keer op te lossen, want ik kan me voorstellen dat jij kijkt naar iets wat misschien al heel lang een systeem is geweest. Hè? Als ik even mijn eigen voorbeeld neem, dat het gaat over als ik iets doe, dat ik gelijk met ongelooflijk veel energie en heel hard mijn best ga zitten doen. Dat is een patroon. Dus patronen kun je veranderen, maar heeft iets meer tijd nodig dan één rondje kloppen. En dus de eerste stap die ik hiermee wil zetten met jou is om te kijken of je hier wat ruimte in kan ervaren en misschien dat je nieuwe inzichten krijgt. En het is al ongelooflijk belangrijk dat we kunnen gaan kijken naar onze eigen patronen. Dat je dat kan gaan zien. Dat het iets is wat je misschien eigenlijk los wil laten. Dus kijk hoe het nu is voor jou. En misschien is het wat milder geworden. Misschien is het nog helemaal aanwezig. Oké, dan mag je je ogen weer open doen. Ik weet natuurlijk niet waar jullie zitten hiermee. Maar ik denk dat het, mijn gevoel zegt dat het goed is om nog een ronde hierop te gaan kloppen voordat we de volgende stap gaan zetten. Dus klop maar op de zijkant van je hand. Ook al heb ik dit patroon. En doe ik dit misschien al jaren? Ik sta ervoor open om het nu los te gaan laten. En ook al heb ik dit heel lang zo gedaan, maar merk ik dat het mij onrust geeft. Ik sta ervoor open om dit los te gaan laten. Want we zitten in een andere tijd. En ook al zie ik hoe ik dit heel lang heb volgehouden. En ik wist maar niet hoe ik het moest stoppen. Maar de crisis heeft ervoor gezorgd dat ik het mag stoppen. En loslaten. Dus ik sta ervoor open. Om dit los te laten. En nieuwe wegen te ontdekken. Heel goed. Klop het boven op je hoofd. Dit hele oude patroon. Bij je wenkbrauw. Ik heb het zo lang volgehouden. Zijkant van je oog. Ik wist niet eens dat ik het deed. Onder je oog. Maar de tijden zijn veranderd. Onder je neus. Het dient mij niet langer. Je kin. Want ik merk dat ik er onrust van krijg. Bij je sleutelbeen. Onrust en heel veel spanning. Oké. Weer onder je arm. Ik wil het graag loslaten. Bij je duim. Het dient mij niet meer. Bij je wijsvinger. Jeetje, wat heb ik dit lang volgehouden. Middelvinger. Hoe heerlijk zou het zijn om dit los te laten. Ringvinger. Om uit dit kokonnetje te komen. Pink. En om te groeien tot een mooie vlinder. Zijkant van je hand. Ik mag het loslaten. Oké, goed. Nou, haal nog even heel diep adem. En doe je ogen nog even dicht en kijk hoe het nu is. Als je teruggaat naar dat specifieke ding in jou, dat misschien hoe je iets hebt aangepakt of
hoe je dagen eruit zagen of ja, wat je deed voor de crisis waarvan je denkt van nou ja, waarom deed ik dat eigenlijk allemaal zo? Ik had daar eigenlijk heel veel last van, maar ik wist niet zo goed hoe ik dat moest veranderen. Want als we daar niet naar kijken, dan betekent het als straks de dingen weer zogenaamd normaal worden, dat we de neiging hebben om gewoon weer in dat oude patroon terug te vallen en de dingen weer op die manier te doen. Oké, dus dit is de eerste stap en ik hoop dat het voor jullie iets meer ruimte heeft gekregen, dat er iets veranderd of verschoven is. En ik wil je uitnodigen om de tweede stap ook te gaan zetten. Dus voor de tweede stap mag je weer even je ogen dicht doen. En als er lessen te leren zijn uit deze crisis en als je ziet hoe je dit gedaan hebt in het verleden, misschien komt er dan nu een beetje ruimte om te gaan kijken hoe je het anders zou willen doen. Hoe zou je willen transformeren? En als je zou kunnen bedenken dat je voor heel veel verschillende dingen allemaal vlindertjes kan worden. Dus dat je allemaal verschillende kokonnetjes hebt. En dat al die kokonnetjes uit mogen groeien tot een vlinder, mogen transformeren. Dan kijk eens, hoe zou je dit onderwerp van jou in de toekomst totaal anders willen doen? Waar zou je willen in transformeren? In ander gedrag, een andere houding, iets anders voelen? En kijk eens of je dat kan visualiseren voor jezelf. Het mooie van onze mind is dat als we ons voorstellen dat we in de toekomst zijn, wat we natuurlijk niet zijn, want we zijn nu, dan voelen we nu alles wat die toekomst is. Dus dat betekent ook dat als je nu iets gaat bedenken over hoe je graag zou willen zijn, maak het zo concreet mogelijk. Wat doe je dan? Hoe voelt dat dan? Hoe pak je dan de dingen aan? Wat denk je? Welke andere mensen ga je ontmoeten? Hoe ga je dingen anders doen? Kijk eens of je dat helemaal kan maken zoals het helemaal goed voelt voor jou. Nou, dit is een positieve visualisatie en dat kan je heel veel geven, maar ik weet dat als we kijken naar deze positieve wensen die we hebben, dat als we daarnaar kijken, dat er ook altijd een duiveltje in ons is. Een staartje van de muis. Een kleine ja maar die op kan komen. Als je gaat bedenken van nou, dit is mijn ideale situatie. Ja? Dan is het heel logisch dat er een bezwaar op gaat komen. Iets in jou gaat zeggen, ja maar ho, wacht eens eventjes. Dat gaat me toch niet lukken, hè? Want straks is alles gewoon weer hetzelfde. Of iets in jou wat denkt, ja maar dat kan ik helemaal nog niet. Of iets in jou wat gaat twijfelen. En dit zijn hele normale mechanismen. Dus kijk eens, welk bezwaar komt er in jou naar boven? Als je denkt aan jouw ideale situatie. En het kan ook te maken hebben met veiligheid of onveiligheid. Of dat je denkt van, ja, maar dit ga ik helemaal niet durven. Dus kijk eens wat er speelt voor jou. Als je denkt aan deze ideale situatie, welk bezwaar er in je opkomt. En als je dat hebt, dat bezwaar, kijk dan eens hoe intens dat is voor je. Wat voel je daarbij? Hoeveel spanning roept dat op? En de truc is natuurlijk dat als we dit soort bezwaren gaan geloven, als we daarmee samen gaan vallen, dan worden ze heel sterk. Maar nu mogen ze er even zijn. Want alles wat negatief is, maar wat we aandacht geven en ruimte krijgt, daarmee kunnen we aan de slag gaan. De dingen die we verbergen en verstoppen, die vervelend voelen in ons, daar kunnen we niet bij komen. Die zitten in een doosje, die zijn opgesloten. Oké, dan mag je je ogen weer open doen. En dan mag je kloppen op de zijkant van je hand.
Ook al voel ik dit bezwaar opkomen. Als ik kijk naar mijn ideale situatie. Ik sta ervoor open om mezelf te waarderen. Precies zoals ik ben. En ook al voel ik deze bezwaren opkomen. Als ik denk aan mijn ideale situatie. Ik sta ervoor open om mezelf te waarderen. Want ik ben helemaal goed zoals ik ben. En ook al voel ik deze bezwaren opkomen, als ik denk aan mijn ideale situatie, ik sta ervoor open om mezelf te waarderen, want ik ben al mooi zoals ik ben. Heel goed, dan mag je me volgen, kloppen we boven op je hoofd. Al deze bezwaren bij je wenkbrauw, dat gaat me echt nooit lukken. De zijkant van je oog. Je zal het zien, straks is alles weer hetzelfde. Onder je oog. Ik kan er niks aan doen, want anderen doen het ook niet. Onder je neus. Als die anderen nou eerst veranderen, dan kan ik misschien meedoen. Op je kin. Het voelt zo onveilig om te veranderen. Sleutelbeen. Ik denk niet dat ik het durf om zo te veranderen. Onder je arm. Het voelt zo onveilig om te veranderen. Bij je duim. Ik kan er niet op vertrouwen dat me dit gaat lukken. Bij je wijsvinger. Oh, dit kost me echt veel te veel moeite om dit voor elkaar te krijgen. Bij je middelvinger. Ik verdien het niet om dit voor elkaar te krijgen. Bij je ringvinger. Het gaat me nooit lukken. Bij je pink. Je zal het zien. Straks doet iedereen weer hetzelfde. Zijkant van je hand. Het is zo moeilijk om te veranderen. Oké, dan doen we nog een rondje bovenop je hoofd. Wat als het me niet gaat lukken? Bij je wenkbrauw. Wat als het veel te moeilijk is? Zijkant van je oog. Ik voel me heel onzeker of dit wel gaat lukken. Onder je oog. Maar misschien lukt het me een beetje. Onder je neus. Wat als ik het gewoon ga proberen? Op je kin. Wat als het veel beter voor mij gaat voelen om dit te veranderen? Bij je sleutelbeen. Wat als het uiteindelijk heel makkelijk blijkt te zijn? Onder je arm. Wat als het moeiteloos kan gaan? Bij je duim. Wat als ik het mezelf gun om dit te mogen veranderen? Bij je wijsvinger. Hoe heerlijk zou het voelen als ik dit kan veranderen? Bij je middelvinger. Wat als ik het gewoon ga doen
En maar zie waar ik uitkom. Ringvinger. Ik heb het oude niet meer nodig. Het wordt tijd voor het nieuwe. Pink. Het is veilig om te veranderen. In dit moment. Zijkant van je hand. Want ik ben goed en mooi. Precies zoals ik ben. Oké. Haal nog een keer diep adem. Nou ben ik heel benieuwd hoe dit voor jou voelt. En het kan best zijn dat er nog meer bezwaren zijn. En dat datgene wat je gekozen hebt nog meer tijd nodig hebt om te mogen transformeren. Maar ik weet zeker dat we in deze periode, dat het de beste tijd is om te kijken naar de dingen die je anders wil gaan doen. De dingen die beter voelen voor jou. De dingen die beter passen bij jou. En die bezwaren die we hebben in onszelf, die zijn allemaal gebaseerd op angst. En op het moment dat jij meer en meer vertrouwen kan gaan voelen in jezelf, door of vaak EFT te doen, of vaak te mediteren, of om wat dan ook te doen wat goed voelt voor jou. Elke keer als je in verbinding bent met een goed gevoel in jezelf, ben je in verbinding met jezelf en in verbinding met vertrouwen. En dat is waar het over gaat. En dan wordt veranderen veel makkelijker.